Ja, de derde dag alweer van Cultuur in Actie. En het tweede uur ook alweer van vandaag. Het vliegt om met al die mensen die zo ongelooflijk enthousiast hier actie lopen te voeren. Onder wie Ed Verhoef, die naast mij zit nu. Gitarist. Maar ook docent. Hè? Je geeft ook les. Klopt. Vertel eens iets over... gitarist. Ik heb me altijd afgevraagd, hoe wordt iemand nou professioneel? Wanneer besluit iemand professioneel muzikus te worden? Ja, dat was bij mij heel vroeg eigenlijk. Dus het moment dat ik eigenlijk... Doe even niet je handen voor je mond, want anders dan... Begrijp het. Het moment dat ik de gitaar zag en oppakte, was dat voor mij duidelijk. En wanneer zag je de gitaar? Nou, ik zag hem natuurlijk eerder, maar dat ik hem oppakte was ik 13 ongeveer. Ja. En ik leerde mijn eerste liedje en ik ben niet meer gestopt. En ik voelde echt heel duidelijk de richting. Ik ga naar het conservatorium en dat lukte dan niet, helaas. Maar was er een moment dat je dacht, oh, gitaar, dat wil ik? Ja, maar dat heeft wel even geduurd. Ik zag die gitaar, pakte hem op, liet hem weer liggen. Was zo in de buurt. Hè. Mijn vriendjes hadden een gitaar. Ja. Tot het moment dat ik er zelf een kocht. Nou ja, sorry. Waar ik gewoon naar zit te vissen nu... is omdat ik weet dat je op een gegeven moment in een kroeg zat. Ja. En dat je daar iemand zag gitaar spelen. Klopt. En dat verhaal wil ik horen. Ed, yeah. Kom op. Yeah. Nee, dat verhaal is inderdaad... dat was echt de klik. Van, ik zag die gitaar de hele tijd. Maar dat ik echt zelf een gitaar moest kopen... was inderdaad in Zuid-Frankrijk. Ja. Waar ik op vakantie was. En er kwam iemand binnen met een gitaar. En die begon te spelen. En toen dacht ik ga nu naar huis dadelijk. En dan koop ik die gitaar. En dan ga ik beginnen. Ja, nou, dat verhaal wilde ik nou die horen. Heb je. Dus, die heb je. Dus, en ik wil het ook horen, omdat dat natuurlijk ook iets is... wat in deze coronatijd Zeker. Al meteen niet meer heel voor de hand ligt. Dat Zeker. Zoiets. Dat je zo geïnspireerd wordt om een muziekinstrument te spelen. Zeker. Toch? Ja. Dus ik zit hier inderdaad ook als docent van het conservatorium. Dus ik zie al mijn studenten in de zorgen. Hè, want... Je moet je voorstellen, die muziek die leer je op het conservatorium, maar je leert het vak door te spelen. Nou, dat gebeurt heel veel in het begin in kroegjes, samen in de oefenruimte zitten. Dat is het broeiveld waar het allemaal begint. En dan word je hopelijk ontdekt en ga je verder. Nou, dat is nu, daar maak ik me wel zorgen om hoe dat er dadelijk uitziet. Ja, je zegt, dan word je ontdekt en ga je verder. Maar je wordt natuurlijk ook geïnspireerd door elkaar Klopt, op die manier. Zeker, ja. En dat is ook weg. Zeker, ja. Ja. Behalve gitarist ben je ook nog componist. Ja. Ik weet dat je niet zo lang geleden een cd hebt uitgebracht... samen met het Dudok-kwartet. Klopt. Dat zijn ook allemaal dingen die eigenlijk niet meer kunnen. Nee, dat project... dat project, alle projecten staan natuurlijk stil. Dus ik zit echt thuis, behalve mijn docentschap. Dat kan online, maar als speler zit ik thuis. Ja. En ook inderdaad, het Dudok zit thuis. En, nou ja, je noemt dat een project. Het is in die zin een project, omdat jij bent van de jazz en zij zijn van de klassieke muziek. Ja. En jullie proberen daar een soort van fusion van te maken. Kun je er iets over vertellen? Ja. Over dit project kan ik inderdaad zeggen van... Ja, dat ging me heel erg om kamermuziekachtige muziek. Dus ik had een heel klein bezetting. Ik had een duo. En ik wilde daar iets mee doen, maar ik vond een duo te klein. En alles wat ik eraan toevoegde werd een trio of iets anders. Maak ik het een zangeres of een trompetist of een drummer, dan klopt het niet meer. Nee. En toen, ik had de ervaring gelukkig gehad met het Dudok al te mogen spelen in een andere bezetting. En dat was ineens de ingeving dat ik dacht van ja, maar dan past het helemaal. En dan zijn we twee gelijken die heen en weer balanceren tussen... klassiek en jazzmuziek. Ja. En ligt dat nu op zijn gat? Want je kunt je ook voorstellen, als ik daar dan aan denk... dan denk ik toch aan kamermuziek. Ja. Muziek. En bij kamermuziek denk ik dan dat je dat ook heel goed kan doen... in bijvoorbeeld een kleine zaal. En dan wel voor 30 mensen of zo. Dat is nu een beetje aan het begin. Ik heb inderdaad binnenkort wat kleine concertjes... die dan corona-proof zouden zijn... dat is natuurlijk heel fijn dat het kan. En het is heel mooi, ik hoorde er net al iets over zeggen. Maar het is natuurlijk nog geen verdienmodel als het gaat over 30 mensen. Nee. Het is misschien een hele rare vraag. Maar we hebben het doorlopend over verdienmodel. Dat komt omdat jullie allemaal je eigen broek moeten ophouden. Want geen subsidie. Ja. Dat is logisch, dus je moet
voor een bepaald aantal mensen spelen wil je kunnen leven. Ja. En wat is dan voor jou, voor hoeveel mensen moet je dan spelen? Ja, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde vraag, omdat soms is het wel gesubsidieerd. Ik speel ook veel in theaters, daar zit wel subsidie op. Ik zit in projecten die wel gesubsidieerd zijn. Dit project van mijzelf is dan inderdaad niet gesubsidieerd. Nou, je hebt natuurlijk 6 man, je hebt de zaal. Wil ik voor wat er allemaal omheen zit. Dus wij hebben zo'n zaal moet je ook nog huren vaak. Dat is dus niet zo. Dat is vaak ook nog aan de hand. Zeker. Dus wil iedereen toch die investering doen, ook de zaal. Dat vind ik moeilijk. Maar dat is niet 30 man, laat ik het zo zeggen. Dat zijn, dan zit je echt wel minimaal aan het dubbelen. Omdat je kan beginnen. Ja. Hoe lang is het geleden dat je voor het laatst hebt opgetreden? 13 maart. 13 maart. Zullen we dan, nadat jij direct je handtekening hebt gezet, hier vragen of jij weer wil optreden? Ja. Dan kun je in elk geval zeggen gisteren morgen. Ja. wat zeg je als je dat kan? Wordt het roestig als je niet optreedt? Ik doe mijn best om het bij te houden. Maar het is natuurlijk podiumervaring. Dat onderhoud je ook. Je kan wel thuis oefenen. Ja, is het anders maar op een podium ding dan? Vind ik voor mij wel, ja. Kun je beschrijven waarom dat anders is? Dat is een heel andere energie. Ja. Dus ik kan thuis in mijn kamer kan ik er helemaal losgaan. Maar zit ik voor de camera of zit ik voor het publiek, dan ontstaat er iets heel anders. Oké. Nou, vergeet wat dat betreft dan toch dat je voor elkaar... Doe net alsof je thuis bent. Precies. Zou ik zeggen, dat kan hier verder heel goed. Want iedereen is heel erg aardig hier. Maar eerst even nog je handtekening zetten. Sorry. En hoeveel mensen zou jij vertegenwoordigen wat dat betreft? Je mag ook gewoon zeggen, alleen mezelf hoor. Maar hoeveel mensen? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Sorry. Ja, ik zit hier voor mezelf, maar er zitten natuurlijk honderden, duizenden artiesten zitten thuis. Ja, maar dat is te makkelijk. We doen gewoon één. En dat is ook heel belangrijk. Ik geloof dat dit niet zo'n goed idee was met al die microfoons. Maar neem me niet kwalijk. Maar ga jij lekker je handtekening zetten? En wat ga je dan daarna voor ons spelen? Heeft dat een titel? Of? Dat heet The Night and the Daydreamer. En dat heeft te maken met, voor mij, die corona is één grote reflectie. Want je zit stil. Het is een stukje van mezelf. En ik vond het toepasselijk om hier... Ga je gang. Dankjewel. Het Verhoef, dames en heren. Ja.